Jurre van der Poel, het WK zit erop. Tiende, wat is je gevoel nu? Ja, nou, we hadden het wel weer. Na de strip was ik wel flink kapot. Het was een bijzonder lastige wedstrijd, heel slopend. Je hebt aanvallend gekoerst. Op een gegeven moment, op twee rondes voor het eind, zaten jullie met drie man in een kopgroep. Dat moet een ideaal scenario zijn geweest, ook voor jou. Ja, er zaten een paar goede renners bij, ook een paar favorieten. En, we hadden een mooi gatje, denk ik wel. En er werd goed gereden, totdat Australië weer wat dichter kwam. En dan stopten ze eigenlijk gelijk al terug met rijden in die groep. En dat was wel jammer, maar ik denk dat dat wel een goede aanval was. Maar dat is eigenlijk het verhaal van de koers. Hè? De Australiërs die de hele dag voor Caleb Ewan op kop gereden hebben. Ja, als die ploeg niet zo sterk was geweest, dan hadden jullie het ook gewoon gered. Ja, dat denk ik wel. Als wij één iemand meer hadden gehad misschien van Australië in die groep, was het ook al anders geweest. Dan hadden ze misschien op hem gegokt, maar ja, die ploeg was wel heel sterk, moet ik zeggen. Ja. Heb je er nu ook spijt dat je toch iets te vroeg de aanval hebt gekozen? Of had het, nee, het resultaat anders geweest als je een ronde later was gegaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik nou ook niet zeggen, misschien wel, maar ik vond dat die groep goed genoeg was om bij te mogen zitten. En ik vond dat die slagkans had en dan zit ik daar het liefste bij, omdat ik achteraf moet zeggen van ik had mee moeten gaan. Toch was je op de laatste klim nog wel goed genoeg om mee te gaan met dat kopgroepje, ja. Achter de leider dan. Ja. Maar dat moet zeer gedaan hebben. Ja, dat deed heel veel zeer. Ik denk dat dat ook te zien is op tv, maar dat was echt, echt tot het uiterste. Maar ik kon nog net aansluiten, boven net wel, net niet. En in de afdaling kwam ik dan helemaal terug op wiel. Dus, had je toen nog de hoop op een medaille? Ja, ik heb eigenlijk niet achterom gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar er waren veel goede renners eigenlijk, met vijf of zo waren, ik weet het echt niet eigenlijk. En ik dacht wel dat er kansen waren dat we met die groep naar de finish konden rijden. Zelfs de eerste nog terughalen, maar het stopte eigenlijk al gelijk toen we beneden aankwamen. Dus conclusie, Nederland heeft gewoon prima gereden, maar de Australische ploeg was gewoon te sterk om wat te forceren. Ik denk dat Nederland zeker heel goed heeft gereden allemaal. We hebben geen fouten gemaakt en we hebben echt heel sterk gereden, zelfs de koers gemaakt en hard gemaakt dan. En Australië was inderdaad wel heel sterk, maar op het einde hebben ze toch ook eigenlijk op de laatste klim zou het ook voor hun anders uit kunnen draaien. Ze haalden toch ook één iemand niet terug, dus ja.